Nu Altamari, de man daar net van de kans die tegen de paal belanden. Hier is Mini. Mini bijna erdoor geraakt. Vlietink nu tot bij Martens. Goed tikje naar Mini. Geraken ze erdoor of niet? Mini met de doorsteekpaas trappen of niet? Ja! Het is 0-1. We hebben een doelpunt in de tweede wedstrijd van vandaag. En het is niet Rego die op voorsprong komt, maar de nieuweling hier in de competitie. Doelpunt van Ionel en Vlietink. Dat hij nog veel gaat bijsturen hoor, Rego. Gaat het op deze manier proberen. Met Da Costa. Da Costa wegdraait. Leo, waarom is die trappen? Oh, hij wacht. Wil daar iets te veel. Speelt zich fantastisch vrij met een elastico. En nu een counter aan de andere kant met Vlietink op de rechterkant. En wordt dit de afstraffing? Wordt dit de 2-0? Jawel, het ziet er naar uit dat Ionel zijn vuurdoop in de Proximus E-Pro League gaat beginnen. Met de knaller van een zege tegen de verliezende finalist van vorig jaar. Hoekschop dan maar, laatste kans van de wedstrijd. Wordt het nog een eerder voor Rego? Het ziet er niet naar uit, want de bal nu weggehaald uit het strafschopgebied en het einde gefloten van de wedstrijd. Wat een wedstrijd hebben we hier gezien, Thijs. Niet een zege voor de gevestigde waarden in de Belgische FIFA-scene. Rego verliest met 2-0 cijfers van een van de nieuwe gezichten in de Proximus E-Pro League.